waar mensen in sollicitatiecoaching nogal eens mee worstelen of nogal eens mee vastzitten, is eigenlijk dat ze mij vertellen van, als ik naar vacatures kijk, ik zie daar een heel lijstje in die vacatures staan van competenties, talenten, vereisten die die job nodig heeft, die men omschreven heeft. Ik heb er daar een aantal niet van. Betekent dat dan dat ik niet kan solliciteren op die vacature? Mijn antwoord daarop is, ja, enerzijds, je moet wat kijken naar welke vereisten dat je niet aan voldoet. Als voor bepaalde functies er een bepaald diploma, een bepaald brevet nodig is, dan zal je die functie niet kunnen uitoefenen als je dat bepaald diploma of brevet niet hebt. Anderzijds staan er in vacatures heel wat andere vereisten, waar dan je misschien een deel van hebt of een stukje. Neem maar talenkennis. Als er perfect tweetaligheid en een goede kennis van het Engels gevraagd wordt en je denkt van, oké, mijn Frans is eigenlijk wel goed, maar mijn Engels, daar zit toch een beetje stof op. Moet je dan wel of niet toch je kans wagen voor die vacature? Dan is mijn advies meestal van, kijk, als dat het enige is, of een paar andere dingen nog waarvoor dat je denkt niet in aanmerking te komen, wacht toch je kans, maar in je motivatiebrief geef daar aan van, concreet nu met het voorbeeld van talenkennis, zeg daarvan, ik heb een hele goede kennis van het Frans, van Engels heb ik een basiskennis, maar ik ben zeker bereid om die op korte termijn bij te scholen. Dus je liegt niet, je speelt eigenlijk open kaart, maar je laat toch wel de piste open. Misschien is vooral de kennis van het Frans veel belangrijker dan die van het Engels. Weet ook, als je merkt dat het je soms weerhoudt om te solliciteren op een bepaalde vacature, omdat daar zo'n waslijst van vereisten in staat, weet ook dat het vacaturebericht, daar omschrijft men eigenlijk de witte raaf die men zoekt. De perfecte kandidaat. Nu, hoe groot denk je is de kans dat men de witte raaf gaat vinden? Niet zo groot. Vandaar alleszins, als je een vacature ziet met een hele waslijst van vereiste competenties en je hebt een drempel om erop te solliciteren omdat er een paar dingen zijn waarvan jij denkt dat je misschien eigenlijk onvoldoende hebt of kent, durf toch eens op een positief kritische manier naar jezelf te kijken en misschien toch je kans te wagen en dan eventueel de link te leggen in je motivatiebrief. Succes!